De Nijmeegse Vierdaagse kan in 2021 gewoon doorgaan wanneer de situatie rondom het coronavirus dat toelaat. Het virus heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar geen Vierdaagse kan plaatsvinden en de nodige kosten toch door hebben moeten lopen. Toch vertelt een bestuurslid dat het mogelijk is om volgend jaar een nieuwe wandelmars te organiseren. We hebben de afweging gemaakt. Daarom hebben de wandelaars ook niet het volledige bedrag teruggekregen. Zodat we nog net genoeg ruimte hebben om in ieder geval richting volgend jaar nog te kunnen blijven bestaan. En het evenement weer te kunnen organiseren. Maar dat we niet zeggen van we geven alles terug. En dan betekent ons eigen doodvonnis. Dus dat we volgend jaar niet in staat zijn om het evenement te organiseren. Want daar heb je toch mensen en middelen voor nodig. Want we zijn er met de hele organisatie, een aantal vaste mensen in dienst, zijn we het hele jaar bezig om het evenement te organiseren. Dus het is zo groot en zo veelomvattend dat je daar gewoon het hele jaar mensen voor hebt om ervoor te zorgen dat er in de derde week van juli weer een heel mooi wandelfestijn is. Dus om voor de mensen die zich heel veel zorgen maken, volgend jaar kan er wel gewoon een Vierdaagse plaatsvinden. Als de coronamaatregelen dusdanig zijn dat er een scenario is dat wij de Vierdaagse kunnen organiseren, dan komt er een Vierdaagse. Ja, wij zullen er in ieder geval alles voor doen, want daarvoor zijn we hier op aard, zeg maar, om volgend jaar weer een fantastisch wandelfestijn te organiseren. En dat, daar gaan we volledig voor, ja. Dus alleen wij kunnen niet voorspellen wat er coronatechnisch gezien gaat gebeuren. En of er weer dat het weer het virus weer op gaat laaien. Komt er een vaccin en komen er medicijnen? En wat betekent dat voor onze evenementen? En het nadeel is, we moeten het wel weer redelijk op tijd weten. Omdat het zo gigantisch groot is, kunnen we niet, zeg maar, volgend jaar mei pas bedenken dat we in juli een evenement willen gaan organiseren. Dus we zullen alweer vrij snel weer aan de gang moeten en een beetje een idee krijgen van waar we dan volgend jaar naartoe gaan met de Vierdaagse.